Lieve Delftenaren, na een bewogen jaar zag ik net als velen van u uit naar de feestdagen, met zijn ontmoetingen en de familie. Maar dit jaar vier ik het thuis in kleine kring. Maar wat blijft, is dat deze tijd ons de ruimte geeft voor bezinning, om stil te staan bij wat waardevol is. Het is ook de tijd om aandacht te schenken aan elkaar. Een klein gebaar van aandacht kan zoveel betekenen voor de ander. Tijd ook om na te denken over de vele gebeurtenissen om ons heen. Als het ooit van belang is dat we aandachtig leven, dan is dat wel nu. Iedere Delftenaar viert kerst op zijn of haar eigen wijze. Normaal bezoek ik op kerstavond samen met mijn man de prachtige kerstnachtdienst. Nu mag ik u online meenemen in het eerste Delftse kerstverhaal online. Ik ben er als burgemeester trots op dat dit soort creatieve ideeën ontstaan en ons samenbrengen. Ik wens u en allen die u dierbaar zijn een zalig kerstfeest en een gezegend nieuwjaar. It's back, huh? Hey schat. Hey, wat ben je aan het doen? Ja, ik ben nu maar eventjes aan het gamen. Ik zou eigenlijk naar het huis van mijn vrienden gaan, maar dat is te klein. Ik moet je wat vertellen. Wat is er? Ik ben zwanger. Thank you.
reageer je zo? Laat me nou even denken, Maria. Hoe is het überhaupt... Hoe is het überhaupt mogelijk dat... Weet ik toch ook niet? We hebben toch ook helemaal nog niets... Ik heb even tijd nodig. Sorry dat ik te laat ben. Hey Maria. Geeft niks. Hoe gaat het met je? En met jou en met Jozef? Ja, het gaat wel prima, maar hij doet zo afstandelijk. Ja, het is voor hem ook een groot idee om aan te wennen. Misschien moet je hem een beetje tijd geven. Ja, ik begrijp het gewoon niet. We houden van elkaar. We kunnen het toch gewoon opvoeden als ons kind. Een jonge vrouw is onverklaarbaar zwanger. Ongepland. Hoe leg je dit uit? Het zet haar leven op zijn kop. Ditzelfde gebeurde 2000 jaar geleden. Het verhaal van Kerst uit de Bijbel kennen we als een mooi verhaal.
maar het heeft ook rauwe kanten. Laat ik de setting schetsen. Het was geen gemakkelijke tijd. Het land Israël, waar Maria woonde, werd overheerst door de Romeinen, bestuurd door een wrede heerser, Herodes. De mensen keken uit naar verlossing, naar de redder, waarover oude voorspellingen spraken. In die moeilijke tijd wordt een Joods meisje, Maria, zwanger, zonder getrouwd te zijn. Een grote schande in die tijd. En haar verloofde Jozef is niet de vader. De baby in haar buik was een wonder. Ook voor haar is het moeilijk te begrijpen. Maar ze vertrouwt erop dat het goed komt. Want ze kreeg vooraf bezoek van een engel die haar het nieuws bracht. De engel had gezegd: Maria, wees niet bang. Jouw kind is een geschenk voor alle mensen. Noem hem Jezus. En Jozef, haar verloofde, die houdt zielsveel van een vrouw die opeens zwanger is. Hoe verslagen zul je dan zijn? Hoe verraden zul je je voelen? Maar hij krijgt een opdracht in een droom. Zorg voor haar. Blijf trouw. En aan die opdracht gehoorzaamt hij. Ja, een ongemakkelijke zwangerschap als nieuw begin. Stel nu dat deze kerst in Delft deze bijzondere baby geboren zou worden. Hoe zou dat gaan? Goedenavond, we komen beslag leggen op uw goederen. Goedenavond. Heeft u misschien nog een plekje voor vanavond? We moeten echt ergens slapen. Nee, sorry. Ik zou jullie graag willen helpen, maar ik heb helaas geen kamer beschikbaar voor vanavond. Kunt u alstublieft nog een keer kijken? Mijn vriendin is zwanger en we moeten echt ergens heen. Ik ga even kijken, een moment. Nee, sorry. Ik heb echt helemaal geen kamers vrij. Oké, dankjewel voor de moeite. Graag gedaan. Dag. Goedenavond. Wat nu? Het komt wel goed. We vinden wel iets. Hoe dan? Een van mijn vrienden heeft vast al een plekje. Schiet op. We komen er wel. Ik vind het mooi geweest, jongens.
kerstavond. Maken jullie het ook niet te laat? Nee, fijne dagen. Dankje, jullie ook. Hé, wacht even, kijk. Komt een bericht binnen van Jozef. Jozef? Ja, de vriend van Maria. Ze zoeken een slaapplek, maar Maria is hoogzwanger. Ik kan eens kijken bij de opvang of daar misschien een slaapplek is voor haar. Oh, kijk. Alwin zegt dat hij nog wel een plekje heeft. Mimi en Ten, zegt hij. Kun jij nog op de fiets? Nee, dat gaat echt niet. Oké. Dan kijken we of er een taxi staat. Goedenavond. Goedenavond. Naar het Kruithuis. Man, goed om jullie weer te zien. Super fijn dat dit kan, man. Echt, als ik ooit iets kan doen om je terug te betalen of iets in die zin. Geen enkel probleem, echt niet. Oké, top, man. Ik heb deze voor je. Dankjewel, man. Laat deze ook achter. Top. Wel te rusten. Slaap lekker. Echt heel fijn dat we nog een plekje gevonden hebben. Laten we maar snel naar binnen gaan. Laat me danken daarvoor. Laat.
Gaan jullie eigenlijk nog iets vets doen met kerst? Nee, niet echt. Ik ga nog naar mijn ouders, maar verder niet. Jij? Nee, wij ook niet echt. We gaan gewoon met ons gezin een beetje lekker eten. Normaal hebben we natuurlijk gewoon met de hele familie een en al gezellige boel. Ja. Maar dat kan niet. En met tweede kerstdag gaan we ook niet echt iets doen. Beetje saai eigenlijk. Ja. Ik ga trouwens misschien nog met de rest van de familie een online quiz doen. Een beetje vragen over stellen elkaar. Ik krijg een DM van Gabriel binnen over de story van Jozef. Moet je kijken. Oh. Maria is gewoon bevallen na al die tijd. Nice. Finally. Het is bij Kruithuis, zie ik. Oh, dat is hier om de hoek. Is dat hier om de hoek? Ja. Zullen we dan gewoon langs gaan? Ja, let's go. Gewoon verrassen? Ja? Let's go. Kom. Hey, weer een bericht van Jozef. Vertel. De baby is geboren. Echt waar? Ja. Wat een goed nieuws. Waar zijn ze? Bij het Kruithuis. Zullen we naartoe gaan? Laten we dat doen. Ja. Zal ik een kraamdoos meenemen? Dat is een goed idee. Dat is leuk. Zouden ze hier zijn? Ja, ik denk het. Ja. Hey, leuke verrassing. Hey. Hey. Ja, tuurlijk. We hebben bezoek. Hallo. Hey. Oh, gefeliciteerd. Dankjewel. Wat is de naam van de baby? Jezus. Wow. We hebben jullie gevonden. Het is super fijn dat jullie zijn gekomen. Echt heel leuk. Ja, wat een mooie baby. Wat fijn dat het goed is gegaan. Ja, heel blij mee. Dankjewel. Gefeliciteerd. We hebben nog cadeaus voor de baby. Jozef, Jan, Jozef. Asje. Dankjewel. Hier, Michel. Maakt hij lekker warm. Super lief, dankjewel. Echt heel fijn. En deze voor het kind. Een symbool van hoop. Bedankt. Echt heel mooi, dankjewel. Wat een bijzonder moment. Een kind dat geboren wordt. Ook al zijn de omstandigheden niet perfect, het is een nieuw leven. Een nieuw begin. Een wonder. Ze zijn er snel bij, de vrienden en de maatschappelijk werkers. Net zoals in het verhaal uit de Bijbel, de herders en de wijzen op bezoek gingen bij de baby. De pasgeboren koning. Degene die de wereld zou veranderen. De cadeaus van de wijzen vertellen hoeveel het kindje Jezus hen waard is. Een eigen ketting met een kruisje, een mooie warme sjaal en een kraamdoos, zoals destijds goud, wierook en mirre. Maar hij lijkt geen koning, geboren in een arm gezin, zonder verblijfplaats. Hoe kan dat? We gaan nu luisteren naar René Strenghold, stadspastoor van de protestantse gemeente Delft. In plaats van voor te gaan in de kerstnachtdienst, sta ik nu hier in een lege nieuwe kerk. In de kerstnacht klonken hoge woorden over een redder die geboren is. Een koning die de wereld en mensenlevens zal veranderen. En wat zagen we? Een kwetsbare baby, zonder vaste verblijfplaats. Zo komt God onder ons. Niet in wat zich sterk en groot maakt, maar in het kwetsbare, in het kleine. Waar je het niet verwacht, kan je zomaar iets van God zien. Juist door de barsten van het leven schijnt licht. En dat raakt me, zeker in een jaar waarin we zo geconfronteerd zijn met onze kwetsbaarheid. Vorig jaar hadden we het niet kunnen bedenken dat we nu zo ingeperkt en karig kerst zouden vieren. En wat kunnen we het missen? Het samen zijn met familie en vrienden. De kerstmaaltijd in het inloophuis. De kerstnachtdienst in de volle kerk.
En we snakken naar lichtpuntjes, naar perspectief. Wat geeft hoop in een wereld waarin zoveel gaande is? Ikzelf put hoop uit het kerstverhaal. Het vertelt over licht dat schijnt in een duistere wereld. Het vertelt over een God die niet wegkijkt, maar juist omkijkt naar mensen. Niet onbewogen blijft, maar geraakt wordt. Niet op afstand blijft, maar dichtbij komt. In onze schoenen gaat staan. Niet de eigen veiligheid zoekt, maar bereid is zelf pijn en moeite te lijden om de ander het goede te geven. Om zich letterlijk op te offeren. Het kerstverhaal vertelt over God die geen genoegen neemt met de duisternis in ons bestaan, maar een licht aansteekt. Zo heb ik Jezus leren kennen, Gods Zoon. Hij laat ons zien hoe ver Gods liefde voor ons gaat. En dat zet me in beweging. Twee kanten op. Het zet me, net als de herders en de wijzen, in beweging naar Jezus. Dankbaar voor wat God in hem geeft. En geloof me, dat is veel. Hij geeft zichzelf. Het kerstverhaal zet me ook in beweging naar de ander. Het mag ons allemaal inspireren om ook niet weg te kijken bij wat je medemens overkomt. Niet onverschillig te blijven, maar geraakt te worden. Ons in te leven in de ander. Niet passief toe te kijken, maar de eerste stap te zetten. Zo kunnen we een licht zijn voor elkaar. En ik geloof, bij al die beperkingen die er zijn, zijn er zoveel manieren om dat vandaag ook te doen. Ik zie het ook gebeuren in deze dagen in Delft. Ik vind het echt mooi. Studenten die zich inzetten voor ouderen. Een pakket dat gebracht wordt bij mensen die een steun in de rug kunnen gebruiken. Delftenaren die aan de kersttafel plek maken voor iemand anders die anders alleen thuis zou zitten. Allemaal lichtpuntjes die ons helpen moed te houden. Dat je merkt, er wordt aan mij gedacht. Laten deze bizarre feestdagen dagen zijn van echte aandacht voor elkaar. Voor wie kan jij in deze donkere dagen een licht zijn? Het kerstkind laat hoopvol zien, elke verandering begint klein. Ik wens je toe dat je in deze kerstdagen de lichtpuntjes kan zien en een lichtpuntje kan zijn. Gezegend kerstfeest. Joy to the world.